Wij stonden klaar om naar Jeka te gaan. En mijn zoon had zijn tenue al aan. En toen werden we gebeld dat het niet doorging. En vanwege het coronavirus dat de tegenstander niet wilde. We hadden wekenlang in de regen getraind om een keer weer een wedstrijdje te kunnen voetballen. Dus die jongens waren wel teleurgesteld. Ja, ik was wel verbaasd. Omdat ik dacht in eerste instantie, heb ik nou iets gemist? Heeft de KNVB of de overheid een bepaalde richtlijn opgelegd? Maar daar was helemaal geen sprake van. Dus daarom verbaasde het me eigenlijk zo. Kijk, ik heb ook helemaal geen verstand van dit soort gevallen. Dus ik volg gewoon, dat lijkt me dat iedereen dat zou moeten doen, een beetje de richtlijnen van de overheid en van de KNVB eventueel in dit geval. Voor mij was het niet nodig geweest, maar ik ben geen Unitas. Ik heb die beslissing voor hen niet genomen. Als JECA hebben we in ieder geval die opdracht niet gegeven om alle tegenstanders af te bellen. Volgens mij heeft dat niet opgewogen tegen het spelplezier wat al die gezonde kinderen wel nu kunnen hebben vandaag. Wij volgen daarin toch het beleid van de RIVM, wat wordt aangegeven. Zieke mensen kunnen beter thuis blijven, maar gezonde mensen kunnen gewoon nog deelnemen aan openbare activiteiten, waaronder ook voetballen. Ja, heel voorbarig. Ik snap die voorzorg wel, hè, dat verenigingen voorzichtig zijn. Nu Brabant blijkbaar een gebied is waar mensen niet mogen komen of zo. Maar ik vind het eigenlijk wel heel voorbarig. En als één vereniging dat beslissen, dan gaan andere verenigingen volgen misschien. Dus ja, een beetje paniekerig, denk ik. Kijk, ik snap die club tot op zekere hoogte misschien best hoor. Als ouders ongerust worden, dan voel je je verantwoordelijk. Maar het einde is denk ik een beetje zoek als individuele clubs over dit soort zaken gaan beslissen. En als op een gegeven moment wijs het is om geen sportwedstrijden te organiseren, ja, dan leggen we ons er ook bij neer. Maar ik hoop dat het nog ver weg blijft. En vooral zelf thuis blijven als je ziek voelt. Maar als je je goed voelt, ja. En de KNVB zegt we kunnen voetballen, dan zou ik gewoon gaan voetballen. En als dat volgende week anders is, dan blijven we gewoon weer thuis.